Zou je hem als buddy nemen? Dat nog net niet, denk ik. Mijn naam is Stefano en vandaag sta ik in Breda voor Defensie. Want vandaag willen we erachter komen of mensen hun vrienden blind kunnen vertrouwen, zoals militairen dat doen met hun buddy. Iemand waar ze veel mee samenwerken. Fysiek en mentaal staat deze persoon altijd klaar. Iemand die er voor ze is in heel veel verschillende situaties. Hebben ze die hier? We gaan het checken. Wat is jullie band? Wij zijn vrienden. We zitten in een vriendengroep samen. Hele goede vrienden. We kunnen heel erg veel lachen. We zijn best wel goede vriendinnen en we wonen in hetzelfde dorp. Wat zijn best wel goede, want je zijn best wel goede vriendinnen. Wat maakt het niet goed? Nou, we spreken niet heel vaak met elkaar af. Wij zijn best wel goede vrienden. Leg me even uit wat best wel goede vrienden zijn. Nou ja, wij hebben elkaar best wel kunnen steunen wanneer we het emotioneel zwaar hadden. Ja, we kunnen het gewoon heel gezellig met elkaar hebben, dus... We zijn collega's. Zoals ik het zie, jullie steunen elkaar door dik en dun. Ja, klopt. En dat is nou wat je nodig hebt als je militair bent. Want er is een buddy systeem en wat dat inhoudt, is dat je andere militair heel veel met hem optrekt en hem blind kan vertrouwen. Hebben jullie dat een beetje? Zou jij hem als buddy nemen? Ja, zeker. Ik kan hem wel heel goed vertrouwen, dus... Zou je hem als buddy nemen? Dat nog net niet, denk ik. Eerder de andere. Ik denk Katja. Zij dus. Ja, ik denk dat we wel buddies zouden kunnen zijn, ja. Jij kijkt dan een beetje van, waarom Katja? Nee, omdat wij kunnen nooit serieus zijn samen. Ja, dat is wel waar. Dat kan echt niet. Wat heb jij hierover te zeggen? Ja, sowieso. Ik denk dat ik wel goed te vertrouwen ben. Maar ja, de meneer denkt er anders over, hè. Dus, Oké, leg uit. De meneer met de keuze. Ik ken hem al heel lang. 10 jaar of zo. En daar ben ik al vanaf het begin af aan kom bij hem thuis. Dus misschien dat daarom een beetje meer vertrouwen is, zeg maar. Amel, maar weet je waarom? Weet je waarom? Omdat wij heel vaak samen zijn. Yeah. En wij sporten ook samen. Dus dat weet ik gewoon, dat fysiek gewoon goed is. Mentaal? Mentaal ook wel. Ik kan heel serieus zijn. Als we te veel lachen en zo, kan ik het wel serieus maken. Behalve fysiek samen, ben je als buddy natuurlijk ook mentaal samen. Je kan dingen met elkaar delen, je kan je hart luchten. Hebben jullie dat ook een beetje in de groep, dat jullie je ei kwijt kunnen, of zijn jullie wat meer gesloten, of hoe werkt het bij jullie? Nee, we praten eigenlijk wel overal openlijk over. Als er iets is of zo, moet je gewoon met elkaar kunnen bespreken, lijkt me. Dan heb ik nog 2 dilemma's voor jullie. Ja. Sta je eens voor. Of je wint 50.000 euro alleen, of je deelt hem door 2. Ik zal hem door 2 delen. 25.000 euro is niet niks, dus... Sowieso delen. Ja. Dan kun je samen leuke dingen doen. Ja, sorry voor dit, maar ik neem de 50.000 alleen, maar kijk... Dan... Oh! En het punt is, als je iets nodig hebt, dan gewoon kom naar mij toe. Ik heb toch het geld, dus... Hey. Dat is toch anders dan 25.000 euro winnen. Ja, dat is zeker zo. Ik denk dat ik ook gewoon andere mensen daarmee ook wel financieel kan steunen, inderdaad. En als je een BN'er als buddy zou moeten kiezen? Jou. Okay, want waar denk je dat het buddy systeem handig voor is? Ik denk dat je elkaar een beetje kan beschermen en dat je er niet helemaal alleen voor staat. Ja, dat je dingen, moeilijke dingen aan elkaar kan vertellen. En ik denk ook dat het wel chill is dat je dan iemand hebt om op terug te vallen ofzo. Ik denk dat het fijn is als je gewoon 1 persoon hebt waar je alles mee kan delen. En als er iets gebeurt, ben je altijd met z'n tweeën. Vandaag is gebleken dat mensen zeker buddies hebben waarop ze blind kunnen vertrouwen. En zelfs bij de dilemma's, wanneer het er echt op aankomt, kwam eruit dat ze elkaar motiveerden en steunden als echte vrienden. Bij Defensie moet je altijd in elke situatie snel kunnen reageren, goed kunnen reageren. En dat is iets wat we vandaag terug hebben gezien. De mensen vandaag hebben laten weten wie hun buddy is. Laat in de reactie weten wie jouw buddy is. Daar ben ik hartstikke benieuwd naar. Like deze video, deel deze video. Abonneer natuurlijk op het kanaal van Werken bij Defensie. En dan zie ik je laters.